dag Paul, Sven en Guido hier. Dag mannen, hoe is het ermee? Ja, de rest is er nog niet, maar laten we al beginnen. Hè. Zeg, hoe schatten jullie de kansen van Mark Frederiks in vanavond? Ah, wel, ik vind hij echt chic dat hij 100% nationaal ontwikkelde succesvolle campagnes en reclamepersonages zoals ons ter wereld heeft gebracht. Guido, bedoelde jij dat de Mark onze papa is? Maar nee, Sven. Mark is onze geestelijke vader. Guido? Ja, Sven. Die Paul, is dan nu die schandalige rijke? Ja, ik ben die schandalige rijke. Maar je moet toch echt eigenlijk schandalig veel ballen aan je lijf hebben om een slogan als word schandalig rijk te lanceren voor een overheidsbedrijf. Hè? Out of control. Ja, ik bel hier van het Viper Room in L.A. En Astrid Bryan en Jean-Claude Van Damme zitten hier ook bij mij. Wat zegt de GC? No, JC. Mark kan geen grande kaart doen between my twee roze Rolls Royce. No. Amazing. Die Mark die heeft charisma genoeg, maar perfect is hem niet. Zeg. Kijk eens naar die pakken die hem draagt. Ik heb hier een foto van hem. Kijk eens. Oh, Zeg, daar heb ik al mijn couturier voor ingeschakeld. Zie je dit? Schoon, hè? Amazing. Zeg, wisten jullie dat Mark 300.000 Facebook-fans heeft? Ja, dat zijn er meer dan Astrid Bryan, hè? Afschuwelijk. Allee, kom, Astrid, ik zal u troosten. Zeg, Guido. Ja, Sven. Waarom zei jij geen fan van mij op Facebook? Zeg, wisten jullie dat Mark nog voorzitter is geweest van de Effie Awards? Daar heeft hij de evaluatiecriteria geherpositioneerd en voor een operationele werking van de jury gezorgd. Amai. Allee, Astridje, zeg daar eens iets op. Awesome. Zeg, Guido. Ja, Sven. Hebben ze het hier over Mark Wilmots? Maar nee, Sven. Over Mark Frederiks. Ah. Oh, nee! Mark Frederiks. Nu willen wij straks naar de Personality of the Year Awards gaan voor hem. Maar we bestaan alleen in reclamespots. En dat is toch niet het ergste, want we konden ook al niet aanwezig zijn op de Effie Awards, de CCB Awards en de beste e-commerce awards, waar hij gewonnen heeft. Ja, kom jong, het is al goed. Stop er toch mee, zeg. Jongen, we hebben het begrepen, hè. Zeg, mannen. Ja? Ik heb iets gedaan wat jullie schitterend gaan vinden. Wat dan? Ja, ik heb out of the box gedacht, zoals de Mark Frederiks. Ik heb ons gesprek opgenomen met mijn gloednieuwe, innovatieve, hoogtechnologisch mini-opnamerecordertje Spy3K van het Russische Telesystems. Wow. Oh, nee! Je hebt ons gesprek opgenomen met uw gloednieuwe, innovatieve, hoogtechnologische... Maar dat is eigenlijk... Oh ja! Want die opname kunnen we naar de Personality of the Year Awards opsturen om de jury ervan te overtuigen dat de markt moet winnen! Yes! Dat doen we! Ja! Ga winnen! Ga winnen! Mark Wilmots! Sven, ja. Wat zit je nou aan toe? Mark Wilmots. Ah ja, Mark. Je moogt gerust zijn. Voor ons zijt je nu al de Personality of the Year.